Hi allemaal, ik ben Jelena en als jullie me zien is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Q-Time. Je kan op zoveel manieren Q-Time gebruiken, maar wat als jij jouw quality time gebruikt om een winnaar te worden, om een champion te worden? Vandaag zit ik met twee topsporters die naar Guyana zijn geweest. Ze hebben meegedaan aan de Stage of Champions en hebben beide de tweede plaats behaald. Ik zit vandaag met Rafael Cromocario en Faisal Pinas. Yes. Hi Team guys. Hallo. Hoe gaat het met jullie? Goed, met jou? Met mij gaat het ook goed. Dat is top. Dat is zeker weten top. En yeah. Jullie twee zijn beide toppers, want jullie hebben gewonnen. Klopt, ja, dat is ook zo. Jullie hebben beide meegedaan, want jij bent een bodybuilder en jij hebt ook aan de categorie mens fysiek meegedaan. Maar misschien voor we dus dieper erop ingaan, kunnen jullie me even vertellen wat het verschil precies is en waar jullie in jullie categorie op letten. Oké, bij mij zit in de bodybuilder. Ik heb meegedaan in de gewichtklasse van 80 naar beneden. En bij mijn klasse daar letten ze op muscles. Eigenlijk zeg maar alles qua je lichaamstructuur. Daar kijken ze naar je kuiten, quadriceps, eigenlijk alles. Ja. Je hebt wel, ik kijk nu naar je. Ik bedoel, ik kan niet voorstellen dat je niet hebt gewonnen. Because it's muscle, muscle, muscle. Ja, ja. Ik heb weer niet in de sfeer, muscle. Dus het gaat weer boom. Mensfysiek? Het gaat meer om een beachbody, you know? Een gebalanceerde lichaam, you know? En aan de hand van je pauzes. De mensfysiek pauzes. Die ding doen, je lichaam naar buiten brengen. Maar ik ben nog steeds op amateur level, nog geen pro. Bij mij letten ze niet echt op al te grote spieren en al dat soort dingen. Misschien, wanneer ik pro word, wordt dat wel zo dat ze gaan letten op grote, droogte, hardheid van de spieren. En nog steeds gebalanceerd. Niet al te groot als een bodybuilder, maar vooral smalle taille hebben. Smalle, small waist. Small waist. Pretty face, small waist. Ja, dat is een mooi boy. Want als jullie mij zouden vragen wat het verschil is die ene draagt die kleine broek en kleine de andere broek. Draagt. Ja, yeah, sure. Ja, yeah. That's how easy it is. Yes. Nee, is niet makkelijk. Oh, sorry. Nee, dat gaan we nu uitleggen. Want jullie zijn geweest helemaal naar Guyana. Ja. Yeah. En hoe was dat proces zelf? Want volgens mij is dat niet zo makkelijk. Hoe zijn jullie daarin gerold? Want ik weet wel dat jij de kampioen bent hier in Suriname. En jij? Hij is ook nog steeds kampioen. Ook een kampioen. Maar ik mag zeggen, het was wel een zware battle daar. Ja, de reden waarom ik zeg dat het een zware battle was, voor mij was het ook geen kort tijd om het te voorbereiden. Ja, eigenlijk, ik was gewoon op long term voor de nationale kampioenschappen van hier in Suriname. Dus ik kreeg toen gewoon een telefoontje van Eddie Wilson. Die maar gevraagd van, Faiz, ben je ready voor dingen Stage of Champions? Toen heb ik nou gezegd van, ja. Dus mijn antwoord was wel niet twijfel. Ik was wel een beetje al in shape. Dus ik dacht, oké, dit kan ik wel niet laten gaan. Hoeveel dus week was dat? Vijf weken strak. In vijf weken heb ik echt alles gedaan. Mijn voeding veranderen. Dus het was echt zwaar. Mentaal moet je ook sterk zijn. Dus kan je me al best wel begrijpen hoe zwaar het was. En dan nog heb ik dan de tweede plaats daar behaald. Ja, dat is echt een prestatie. Dus voor mij, tegen een kampioen. Ja, tegen een kampioen. Ik wist het ook niet. Wauw. Ik wist het ook niet. Dat is toch een leuke ervaring? Ja, voor mij is het een leuke ervaring. En ik ben echt super trots op mezelf. Omdat ik binnen die vijf weken echt alles op alles heb gegeven. En daaraan ben gekomen. En weer boom, de tweede plaats. Dus volgende keer ben je ook daar nummer 1. Ja, zeker. Dus de eerstvolgende keer gaan we voor de nummer 1. Ja, Guyana, jullie moeten oppassen. Hè? Want ik kom voor jullie. Ja, ik kom sowieso weer terug. En voor jou het proces naar de competitie toe? Voor mij was het niet zwaar, maar het was lastig. Vertel. Ik was eigenlijk in de voorbereiding voor mijn wedstrijd in Barbados. Ja, een paar atleten waren daar gegaan en een goede beurt gemaakt. En ik moest op het laatste moment afzeggen. You know, ik had gebeld door en dat het militair is, ja. En ze had me toen gevraagd van, ga je nog? Ik zei van, nee, ik ga niet meer. Want die week had ik toen mijn arm gebroken, mijn hand. Een van die botten van mijn knuckles. Dus ik had een paar weken rust genomen. En ik dacht van, hey, ik wil niet gewoon zo straks de nationale kampioenschappen doen, voordat ik
eigenlijk nog wat doe daarvoor. Dus, mm-hmm. En dat was eigenlijk ook een meetmoment voor me. You know, om te kijken hoe het met me zit, mijn lichaam en al, na al die blessures. En eerlijk gezegd, het heeft me 6 weken geduurd met al die blessures, al die pijn. Financieel was het ook lastig. Maar die dames van de gym met wie ik bezig ben, die ik train, ze hebben me allemaal geholpen. You know, ik had niet echt sponsoren. Mm-hmm. De minister had me ook geholpen, de minister van Openbare Werken. Hij was er altijd wanneer ik aanklopte. Mm-hmm. En ja, op het laatste moment Hans Jarkasi, hij was er voor ons beiden hoor. Toen ja, we daar waren en we hadden een tekort aan geld en zo. En we moesten alleen maar een belletje doen en dat geld was geregeld. En ook zodat we konden eten en al. Want we hadden echt tekort, want alles is een beetje duurder dan Suriname. Mm-hmm. En ja, ik heb met die blessure door alles heen, ja, toch kunnen halen. Dus daarom was het een meetmoment voor me, zodat ik nu weet wat ik allemaal tegemoet ga komen wanneer ik dadelijk pro ga. En ja, ik heb gehoord dat bepaalde atleten naar Aruba gaan. En ik denk niet dat ik ga. Ik ga even nog herstellen. Mm-hmm. En me focussen op de nationale kampioenschappen. Want voor zover ik weet was ik niet zo goed als de laatste keer toen ik kampioen was hier in Suriname. Oh. Ja, door mijn blessures heen. Maar toch heb je het zover geschapt om toch te winnen. Ja, ik was eigenlijk afgepast tegen de winnaar. Hij is kampioen van Guyana, you know. En ik wist dat hij de enige was met wie. Yes, you know, waar echt de competitie zat. Er waren wel veel grotere jongens dan mij. Trouwens, iedereen was groter. Ik was de kosten. Mm-hmm. Maar ik heb het toch kunnen halen. Nice. Ja. Mm-hmm. Jij had het er net over dat het heel moeilijk is om in deze sport om sponsors te vinden en everything. Dus dat maakt het proces om je klaar te maken voor zo'n wedstrijd een stuk moeilijker. Hoe is dat voor jullie beiden als jullie naar competities gaan om met de mentale voorbereiding, everything else dat erbij komt, en dan nog de struggle voor sponsoren, voor sponsoring vinden. Hoe gaat dat voor jullie te werk? Eigenlijk aan de ene kant is het een beetje lastig, omdat als je gefocust bent aan het trainen, moet je eigenlijk daarop gericht bezig zijn. Want als je nog bezig moet zijn met het trainen en je denkt even af van boy, ik moet nog even wat extra sponsors binnenkrijgen. En daar ben je even niet meer gefocust. Dus eigenlijk wat sponsoren betreft gaat nog een beetje moeilijk hier in het categorie van bodybuilder. Dus eigenlijk, ik zou de mensen ook even vragen om even wat aandacht hierin te besteden. Mm-hmm. Om ons ook even een push te geven erin, zodat we echt meer kunnen presteren. Want er zijn heel veel die echt wat potentie hebben, maar het financieel houdt ze achter en het speelt een hele grote rol. Ja. Als iemand nu zou kijken, of iemand kijkt waarschijnlijk nu en denkt van, oh my god, ik wil deze guys hebben. I support winners en ik vind dat we meer winners naar buiten moeten brengen. Hoe zouden jullie het best kunnen helpen? Want misschien heeft niet iedereen like a financial gift at the moment, maar is er ook op een andere manier dat jullie goed ondersteund zouden kunnen worden? Zo, ik zeg bij deze, het hoeft niet altijd in het vorm van geld, maar het kan ook in het vorm van bijvoorbeeld eieren spelen, want wij als bodybuilder we eten wel veel. Dus eieren, vlees en andere dingen die we nog nodig hebben, like proteïnen, die vitamine spelen, BCA, noem maar op. Mm-hmm. Dus gewoon kort supplement. Dus dat alles zou ook gedaan kunnen worden in die vorm. Right. En als ze nu zouden kijken van oké, nu hebben ze door. Waar kunnen ze jullie bereiken? Want hebben jullie bijvoorbeeld een Facebook officiële pagina? Moeten ze een berichtje sturen? Ja. Hebben jullie zeg maar een lijstje klaar die jullie doorsturen als mensen zouden willen helpen? Ja, ik heb een Facebook, gewoon een normale Facebook naam. Dat is Pinas Faisal en mijn Facebook page. Mm-hmm. Dat is Vice Fitness, want normaal ben ik ook een PT. Dat is mijn ding, mijn page, mm-hmm. waarop men me ook kan bereiken. Bij mij hebben ze ook mijn Facebook page, mijn personal Facebook profile. Mokro, mijn Facebook page. Mm-hmm. Daar hebben ze al mijn informatie. Hoe ze me kunnen bereiken, waar ik werk. En mijn personal profile is meer voor mijn personal dingen. Maar ik share ook alleen bijna mijn fitness dingen. Dus daar kunnen ze me bereiken. En ook op WhatsApp. Maar mijn nummer kunnen ze wel dan vinden op mijn page. Oké. Mm-hmm. Duidelijk. En wanneer is de volgende competitie voor jullie? De volgende competitie, dat is in november 4. Echter is er nog eentje om richting Aruba, maar ik zit toch een beetje twijfel op die. Maar ik geloof wel dat ik die even achter de rug ga zetten. En dan ga ik mijn focus gewoon even vastleggen voor de nationale kampioenschappen. Want
voor die wil ik sowieso voor de eerste plaats. Dus daar ga ik mijn focus fully op die zetten. Ja, voor mij ook. Ook november de nationale kampioenschappen. Aruba niet, het is te snel voor me. Want, je moet ook nog helen van die... ja, want ik heb van financiële situatie, niet dat ik het niet kan permitteren, maar het is like kort tijd. En ik heb voor een pro-wedstrijd like 4 maanden nodig voor mezelf, omdat ik het... Ik wil niet twijfelachtig op de planken komen. Zeker niet, je gaat hem te winnen. Ja, sowieso. Dus 4 maanden van mij en het is like kort tijd. Dus liever eerst de nationale kampioenschappen. En dan volgend jaar, wanneer alles heel veel beter zit, dan gaan we gewoon gaan voor pro. Nou, ik zeg doen. Ik vond het super leuk dat jullie hier bij mij op de bank waren. En ik ben ook super trots dat jullie tot nog een jaar zijn geweest en ook daar zijn gaan winnen. Maar voor jullie gaan, wil ik toch wel even van jullie beiden de winning pose zien. Want jullie zijn gegaan om te winnen en jullie zijn ook als winnaars teruggekomen. Ja, sowieso. So, wie gaat eerst? Ik ga eerst een front double bicep. Yes. Tintori. Nee. Ja. Ja? Nigga. Ik noem ze die tennisbar. Ik wil het ook doen toch, maar ik wil je shiny pakken. Nee, dus je gaat me winnen. Daarom. Me winnen. Je gaat me winnen. Dus je mag even een stuk zeggen. Ja. En jij? Bij mij ook. Mijn fysiek posten zijn anders. Eigenlijk moet ik staan, maar laat me gewoon een front double biceps doen. Zo. So. Look at those guns. Yes, there's guns. Big guns. No, Faisal en Rafael. Thank you guys for coming to Q-Time. En heel veel succes verder. En ik hoop dat jullie nog meer prijzen mogen winnen en niet opgeven. Even if it gets hard, er zijn altijd mensen die jullie gaan supporten. So keep on going. Sowieso. Yes. En jullie thuis ook voor het kijken. Vandaag hadden we deze 2 winnaars. Ze zijn naar de Stage of Champions in Guyana geweest. Ze hebben beide in hun categorie de 2e plaats behaald. Als jullie ze willen supporten, gaan we naar hun Facebookpagina. En help deze Surinamers wanneer zij gaan competen in het buitenland. And remember, your time plus my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.